Welkom tweeling bij jouw liefdeslezing. We gaan hiervoor 5 Lenormand kaarten nemen. En we gaan kijken welke tips of adviezen de Lenormand kaarten hebben op het gebied van de liefde. En de eerste kaart is het vosje. En het vosje die waarschuwt jullie om uit te kijken voor mensen die mij allemaal beloftes aankomen die eigenlijk te mooi zijn om waar te zijn, waar je eigenlijk niks van moet geloven, die jou of jullie luchtkastelen willen beloven. Dus dat is hetgeen waar dat het vosje jullie voor wil waarschuwen. En dan mogen jullie een wens doen samen. En zorg ervoor dat je te weten komt wie dat die personen zijn. Zodat je zeker en vast je wens niet gaat vertellen aan die personen. Want dat zijn de mensen die je het niet gunnen. Hè. Maar samen mogen jullie zeker en vast een wens doen. En de zon die gaat er dan voor zorgen dat die wens die jullie hebben, dat die in vervulling gaat gaan. Dat jullie daar succesvol naartoe kunnen werken. Dus zorg er zeker voor dat je die mensen weet wie dat die zijn. En jouw wens zeker niet aan hen vertelt. Zodat die zon op jouw wens volop kan stralen. En dan gaan jullie je samen veilig en geborgen voelen. Dit kan eventueel ook staan voor het gaan samenwonen, eventueel. Dat jullie daar die stap gaan zetten. En dat jullie je relatie verder diepe wortels laten maken. Zodat jullie samen ook een heel sterk fundament hebben als koppel. En dit wordt dan bevestigd dat jullie mekaars levenspartners zijn. En jullie zijn mekaars soulmates. En jullie kunnen volop van elkaar genieten. En je hebt maar één woord nodig om elkaar te verstaan. En jullie genieten volop van elkaar in die veilige omgeving. Waar dat jullie volledig kunnen ontspannen, ook jezelf kan zijn en samen die dingen doen die jullie allebei leuk vinden. We gaan er hier ook nog een elfenkaart bij nemen om te kijken welk advies zij hierbij hebben. En de tekst die hierbij hoort: gooi onnodige ballast overboord, neem alleen met weinig bagage kun je hoog vliegen. En ik denk dat dat hiernaar verwijst. Hè. Zorg dat je die ballast van die mensen die je niks gunnen of die jaloers zijn op je, dat je daar niet hoeft mee bezig te houden. Waardoor dat je met je wens heel hoog kan vliegen en volop kunt genieten van elkaar en van de liefde die tussen jullie aanwezig is. En ja, eigenlijk de vonken spatten ervan af, zou ik moeten zeggen. Hè. Zo, dit was jouw liefdeslezing. Ik wens je nog een prettige dag.